De nieuwe Cool is een trailer waarvan de koeler functioneert zonder dieselmotor. Het idee is ontstaan samen met mijn broers tijdens een feestje met wat Hertog Jan. Mijn broers die zitten in de zonnecellenindustrie en wij zitten in de trailerverhuurderij. De innovatie is eigenlijk dat de koelmotor gedurende het rijden volledig op elektriciteit draait en dat die elektriciteit wordt teruggewonnen door remenergie en zonne-energie. Eén koeltrailer verbruikt ongeveer tussen de 20 en de 30 liter per dag. Er zijn er in Europa ongeveer 350.000. Als je daar 20% op dit systeem zou kunnen laten werken. Dat is een enorme plas diesel die je dus kunt besparen en een enorme wolk CO2. De koelmotor is heel erg stil, veel stiller dan de conventionele. Je hoort wel wat, maar je kunt me nog steeds verstaan, toch? Als je echt groen wilt zijn en als je op jouw vakgebied daar iets in kunt ontwikkelen, wat het kan helpen, dan denk ik dat je dat misschien wel verplicht bent om dat te doen. Duurzaam gekoeld. Beter kun je niet hebben.